Ik Data Alliance is opgericht omdat er een buitengewone kans voor nuttige samenwerking is tussen universiteiten, bedrijven en overheden als het erom gaat de kansen voor big data in Nederland te benutten. En wij denken dat die kansen er zijn. We denken dat Nederland heel goed gepositioneerd is om daarvan te profiteren. En we denken dat het geheel veel meer gaat zijn dan de som van de delen waar die uit bestaat. Dus heel veel Nederlandse universiteiten doen mee. Heel veel Nederlandse bedrijven doen mee of zijn geïnteresseerd. En we krijgen heel veel steun van nationale en lokale overheid. Wat biedt de Allianz specifiek voor de Nederlandse IT-branche? Ik heb het hier over de IT-leveranciers, de IT-dienstverleners, de IT-consultants. In de eerste plaats zou ik zeggen onderzoek. Er is heel veel deskundigheid in Nederland op dit terrein, nu al beschikbaar. Via deze Alliance gaan we proberen de toegankelijkheid daarvan ook voor IT-bedrijven te maximaliseren. Dus bedrijven die zelf met vragen zitten, waarop ze een antwoord hopen te vinden in de wetenschap, kunnen bij ons terecht. In de tweede plaats onderwijs. Het is dringend nodig om mensen bij te scholen of te herscholen in deze richting. Er is nog op dit moment niet veel voor beschikbaar, maar het komt nu in hoog tempo erbij. Er zijn een aantal initiatieven genomen binnen deze Big Data Alliance waar heel veel vraag naar is. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat met name IT-bedrijven ook mogelijkheden zien en nodig hebben om hun eigen personeel in deze richting wat extra informatie te geven. Is de digitale gouden eeuw nu aangebroken met deze alliantie? Ik zou hopen van wel. De Gouden Eeuw is natuurlijk voor Nederland een hele positieve associatie. Een eeuw waarin Nederland ook buitenkansen had en benutte. Ik denk dat dit er weer in kan zijn. We hebben echt in een optelsom heel veel moois in huis. Maar juist in combinatie kunnen we meer dan we nu doen. Dus als we onze kaarten goed spelen, dan staan ons hele mooie jaren te wachten. Wat biedt deze alliantie voor het Nederlandse bedrijfsleven, in bijzonder de CIO en de IT-manager? Ja, ik denk dus dat onderschat wordt dat er voor big data en analytics ook een hele creativiteit nodig is. Dus je moet eigenlijk gaan kijken wat voor data heb ik in mijn bedrijf, buiten mijn bedrijf. En hoe kan ik dan competitive edge bereiken voor mijn onderneming? Nou, daar zijn we met z'n allen nog niet zo heel erg mee bezig. En ik denk als je dat gaat doen, dat je dan zorgt dat de bestaande ondernemingen innoveren. En dat er ook weer allerlei nieuwe ondernemingen gaan ontstaan rond allerlei nieuwe concepten die we nu nog niet eens kennen.